Yes, en welkom hier bij het derde deel van Dark Below die we gaan doen. Zoals ik al zei in de vorige deel aan het einde, van, als je het gezien hebt tenminste, is dat ik hier allerlei upgrades moest ik allerlei, toevallig pak ik dan verkeerde, dat is altijd zo natuurlijk, maar moest ik in ieder geval redelijk iron hebben en helium. Nou, ik heb het van het ene popje naar het andere gedaan. Dat kan via de vault en kan ook trouwens via een app tegenwoordig. Dus we gaan gewoon even deze shit pakken van een ander poppetje. En dan kunnen we gewoon even die shizzle even upgraden. En als we dat doen, dan zullen jullie meteen zien dat ik level. En dat is mooi, kijk. Hup, 27. Ik zie voor open nog niks. Ik heb 27 en is een beetje omhoog. Ik zit ja. Deze gaat ook weer een beetje omhoog, ik zie je, weer een beetje omhoog. Zo komen we er, langzaam komen we er wel. Hadronic Essence. Oh, oké. Okay. Dingen verkopen, is dat alleen maar? Nou, dat is mooi. Ik moet even kijken, elk poppetje heeft weer zijn eigen dingen die hij moet hebben. Op zich wel goed gedaan natuurlijk. Sean, ben jij in de toren? Ik ben bij jou in de buurt. Oké, okay, hi Sean. Hallo. Hi. Hallo. Oké, okay. Wij gaan in ieder geval even naar orbit. En dan gaan wij naar, ik denk de aarde weer, hè? Moeten wij. Ik denk het wel. Ik weet niet helemaal 100% zeker. Nou, en dan gaan we een destination zetten. En wij gaan dus in ieder geval naar de maan. We moeten naar de maan, jongens. We gaan naar The Awakening. Level 26 storyline, trouwens. Oké. Okay. Oké, okay, nice. Nou, we gaan er naartoe. We kunnen ook level 26, ja, we kunnen level 30 spelen, maar... Dat kan net niet. Ik ga al te pletteren en Sean kan helemaal niet gamen. Dat er. Iemand je mij lauwen, jij? Nee, met level 30 kan je niet gamen. Want je kan maar 3 lager, snap je? Maar, ja, ik kan ook niet gamen, maar dat is een ander verhaal. Maar, dat komt wel goed. Nou, wacht jij maar. 6 of us went down into that pit. The pit, yes. I was vain enough to believe we could defeat Crota. But the Hive caught his soul before we could destroy him, and then there was only death. We failed. You cannot destroy the soul of Crota. Klonk dat een beetje... Nee. Oké, okay, we zijn op de maan. Nog niet? Nee. Nu? Ja. Tenminste. Je ziet nog niks? Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, we zijn er. We zijn op de maan. We missen. The Awakening. Ooh. Find it and make it his grave. Let's go. We gaan lekker naar de Temple of Crota. Ik kan mijn, Ja, op sommige stukjes kan je dat niet, summonen. Ja. En... Oh, hier is een speciale missie van House of Wolves. Op dit moment, meestal. Gaan we kijken. Dan kan je weer speciale... oor kan je weer krijgen. But we were not ready. Oké. Okay. We gaan op de maan. En we gaan hier naartoe, natuurlijk. Naar voor mij ga jij verkeerd. Nee hoor, ik ga hartstikke goed. Kom je, John? John, jij gaat verder hoor. Oh, oh, oh. Ja! Ik was bijna dood. Oké, okay. John, ben je er? Ja. Oh ja. Oké, okay, let's go. To the other side of the moon. Oké, spannend. Few of us made it beyond the canyon. The rocks cracked apart, Hive waiting in ambush. No. It's worse for the ones who made it inside. Stay alive. Ja. Oh jee. We kunnen hier meteen doorrennen trouwens. Je hoeft het niet te doen, maar... Ja. Maar we gaan het wel doen. Holy fuck. Mega damage meteen. Als je snel genoeg bent, kan je hier gewoon doorheen rennen. Ja. Mooi zo. Dat is toch leuk zo? Wordt zo'n zwaaie boel, man.
Jezus. Heeft je zus er nou de hele tijd mee te maken? Mijn zus helemaal niks. Ja, ja, je zegt iedere keer Jezus. Ja. Nou, zeg, wat heeft mijn zus er mee te maken? Ja, je zus? Ja. Weet niet, heb je een zus eigenlijk? Nee, wel een broer. Wel een broer? Ja. Hoe oud is jouw broer? Die is nu 39. Een jongere broertje. Ja, broertje, ik noem het geen broertje meer, het scheelt maar 3 jaar. John, je moet Da! Ik kreeg alleen laserstraal. Nee, ik denk per een einde van de. Oh oh, oh oh, oh oh! Ben doodgaan door Misadventure. Lulletje. Oké. Okay. Hey, hello Knight, hallo. Holy fuck. Oké. Okay. Nee! Godverdomme. Ik kreeg 5 vullen. Oh, dat kan niet! Nee! Oh. Faal. Nee, John, maar we kunnen niet doorlopen. What the fuck? Oké, okay, kom op. Ik weet niet waar jij nou zit, maar... Kut! We weer naar beneden. Godverdomme. Ja, doei. Je kan ook langslopen, een rondje lopen. Nee, kut, godver... Echt hoor. Wat gebeurt er? Ik spring iedere keer verkeerd met mijn stomme kop. Ja, je kan er ook omheen lopen, John. Ja. Dat is de makkelijke weg, zeg maar. Zo, ik heb ruimte gemaakt. Kom maar, John. Kom maar. Kom dan. Hey, hallo. Hallo. Het lukt. Oké, okay. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Maar moeten we nou die bitch kreuken zelf gaan? Ik weet dat sound. Hurry. Hurry, maar godverdomme zo nog uit of ik opschiet of niet? Alles rustig aan. Ik wil net zeggen, hurry. Hurry, hurry, hurry. Oh, moet die knights even killen? Zit nou eentje trouwens in me, ja. Zo. Multikill. Doe, kinky. Zo. Oké. Nou. Ah, bitch. Hup. Stiekem, hè? Ja, ja, hè? Ja. Ja. Hier, ook wat. Zit er op ruimte. Middag. Tering, jantje. Oh, ik denk ik moet een hele jump maken. Zo, is trouwens hier behoorlijk diep, hè? Ja! Liep je er echt mogelijk in? Nee, joh. Oh. Het is oh, heel he? Diep. Oké. Okay. The ritual has begun. Oké. Okay. Kom op met je respawn in Restricted. Het is natuurlijk een aardig eentje, hè? Van de. Zo'n aardige. Van de man naar de aarde, is een breurigend.
220.000 kilometer, maar. Dat bedoel ik. Dat is voor de details. Oh nee, god. Die dingen weer. Koffelijk kringen. Kut! Nou ga ik dat aan. Ben je nou voor een noob, joh? Weet veel. Ik leer van de beste. Ja. Van de beste noob. Zo, een multikill. Mazzel. Later. Zo! Go. Even die dingen die ontploffen, even te afwacht. Zo. Ja. Okay. Ja. En dan gaan we doorlopen. Waar gaan we naartoe? We gaan beneden. We gaan naar beneden. En je mag toch? Oh ja, we gaan omhoog. We gaan omhoog. Ik zei toch dat we omhoog gingen? Godverdomme, nee. Je gaat de verkeerde kant op, jij. Oh ja. We gaan niet naartoe. Nee, daar gaan we niet naartoe. Jawel, hier. Let's go. What the fuck? Hallo? Even die schrikker uit de lucht gekregen. Die is best wel irritant. Ja. Jezus, nog zo'n ultra gast. Oeh, dat was misschien niet helemaal tactisch. Oké. Okay. Nou. Ja. Oké, okay, wat zit hier? Spannend. Dat horen we nu. Oeh, lights goes on. The lights goes on. Oké. Okay. Hier zou ik een lantaarntje erbij houden. Ja. Dat is wel vet gedaan, hè, met die controller. Oh jee, respawning restricted. Oké. Okay. Oh god. Hij zegt alleen maar dat je moet doodgaan. Stop them. Is dat niet zo heel erg? Dat is een mening, mag je toch vinden, hè? John, hij heeft een mening. Hij mag vinden toch dat je dood mag gaan? Ja, mijn mening toch? Ja. Hup. Boom, 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 boom. En. Kom liggen, bitch. Oké. Okay. Een beetje druk hier, hè, trouwens. Kom ik daar naar bij? Voor mij zit die badass motherfucker aan de andere kant hier. Ik denk dat we... dicht in de buurt zitten. Oké, okay, nice. Oh. Hallo, Knight. Nee, jij doet helemaal niks. Dan nog eentje. Oké. Okay. Nou, wat zit hier? Ja. Ik krijg hem hier. Oké. Scared yet? Wow. They're waking his soul. Zo. Nee. Leren, typisch rijden. Oké, nice. Het zit in mijn rug er. John, zat er een in hier. Ja, ik voel het. Hij zit in mijn zij te prikken. Team Slayer. Jongens. Oké. Dat zijn van die tyfusbeesten dat ook.
Mazzel. Even een upgradeje unlocked. Altijd handig voor je armpjes. Gaan we... Hé, hey, bijna level 28. Oké. Okay. Zo. Liggen, bitch. Ja. Daar. Ja, ik zie me. Wat, zag je stukjes om je heen vliegen? Ja. Ik denk, what the fuck? Oh jee. Oh, dan krijgen we het echte muziek. Oké. Okay. Nou, klinkt misschien wel super. Maar door een koptelefoon vind ik het toch altijd minder klinken. Minder? Ja. Nee. Ja, ik heb een goede surround set staan, dus ja. Dan is het zonde. Ja, dat is wat ik bedoel. Niet dat de buren er altijd even blij mee zijn, maar... Ook mazzel. Nou! Oh, we krijgen deze bitch. Crota, they're waking him. Oei, oei, oei. Nu krijgen we de echte eindbaas. Oké. Okay. Oké, okay, liggen. Dit is wel pittig leveltje. Ik ga het dus even mijn wapen upgraden. Staat in het ding, dat kan geraakt worden, hè? Ja, ik heb intussen een. Oh. Fuck! Ja. Dank u. Nee. Zo. Oh, in onze rug. Oh nee, niet meer. We moeten even zo'n baas wegkrijgen. Tenminste, we moeten die... Die hoeren. Schat mis. Waar ben je dan? Nee. Zo, ze gaan echt moeilijk liggen, hoor. Ja, inderdaad. Eén bitch is weg. Kut, moet reloaden. Kut! Revive me even als het kan. Gewoon even, hè? Fuck! Nee! Oké. Even opnieuw. Ik zweet bij het godskanon hier zo, tering, Jantje. Fuck! Achter je! Oké. Niet zo ver doorlopen. Ja, we zeggen niet je voor je doorlopen. Nee, je moet wel eens doorlopen. Als blijven een mannetje komen. Ja, maar niet te ver. Zo bedoel ik het. Jij gaat er als een of ander de dwaas op af. Je bent toch ook dwaas, weet je toch? Gods, ja. Nee. Oh.
Kut, ik ben down. Kun je me reviven? On my way, on my way. Oké, mooi zo. Oké. Nice. Ik moet je wel heel vaak reviven vanavond, hè? Nee, dat is niet erg. Normaal is het andersom. Moeten die walkers moeten we... Maak jij als je down gaat, als je maar gerevived wordt, hè? Snap je? Ja, dat is zo. En ze moeten gedamaged blijven. Als ze Ilse weer, krijgen ze weer zo'n schild om zich heen. Kut. Oké. Ik heb er weer één weg. Nee, voor mij zijn ze allemaal weg. Nee. Ik zie er eentje. Oh ja. En voor mij zit er hier nog eentje. Ja, twee zijn er nog. Kut, dan moet ik healen. Dan moet ik healen. Kom op, heal. Ja, hij zei ook geheeld. Oh. Come on. Nee, godverdomme. Kom op. Kom op. Bijna down. Ik moet erin. Oh my god. Oh my... Oh. Even wegwezen. Oh. Mob. Een moab? Kom op. Go. Een moab, ja. Dat mooi zijn. Come on. Kom op, ik gok te goed toch. Is je bis bijna dood? Nee, ik begin net. Kom op. Oké, het schild is weg. Oké, de bitch is weg. Oké, we gaan weg hier, weg hier, weg hier. The crystal, destroy it. Waar zit je? Ga naar het begin. Nog opletten ook als ze immuun is. Ja, inderdaad. What the fuck? Ah, achter me. Oh, maar je gaat helemaal naar achteren. Oei. Dat was misschien niet het allerbeste plan. Je moet niet helemaal naar achteren gaan, er verschijnen er ook allemaal niet zo achter weer. Kom op. Oké. Ik ga down. Kan toch bijna niet zijn. Ah.
Heb je hem? Ja. Oh. Lekker, John. Crota's soul is banished. You have given me the gift of vengeance. I thank you. And even if they don't yet know it. Dat is het einde van de Crota's ziel. Tering. Nog lastig, hè, terwijl we hogere level zijn. Oké, nou. We gaan even naar de toren. Kijken wat voor shizzle we nu weer kunnen gaan doen. Upgrade weer unlocked, natuurlijk. Dat gaat wel door zo. Kijk eens aan. Dat gaat allemaal lekker door, jongens. Even kijken, hier. Penalty to rail. Oké. Heb ik penalty gekregen? Upgrade damage. Altijd handig. En deze is ook alweer helemaal opgewaardeerd. Maar hier zit nog wat, hier zit nog wat. Deze kunnen we al verkopen. Hedronic Essence, die hebben we nodig zometeen. Zo. Behoorlijk geleveld hier. Oké. Okay. Wat krijgen we allemaal? Ik krijg maar helemaal niks. Nee, komt omdat jij een keer gedaan hebt. Dit dan. Dat maakt niet uit. Ah, ik had nog een bounty openstaan, dus. Ja, die heb je wel gehaald, hè? Ja. Oké, dat is lekker. Nou, we gaan even naar de toren dus. Ik denk dat wij in ieder geval de Dark Below hebben uitgespeeld eigenlijk al. Tenminste, er zijn nog wel extra levels. Die gaan wij ook nog spelen natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval de storyline daarvan hebben wij uitgespeeld nu. Precies. Oké, nou. Eerste instantie gaan wij eerst even naar dat mens toe. Even wat inleveren. Even bij die chick langs. Want. Ja, je hebt waited so long. Blablabla. Want purchase the urn. Oh, heb je die al gedaan? The urn of sacrifice. Heb je die gezien? Nee. Kan je die challenge. Ik heb een wapen trouwens erbij. De Murmur, kijk eens aan, een wapen. En dat is een legendaire wapen, Fusion Rijzel. Dus die ga ik wel opzetten. Dus dat is wel handig. Die gaan we nog even upgraden trouwens. En, Murmur, heb je dat echt niet gedaan? Nee. Heb je die wel, als je met haar praat, zie je dat staan? En kijk eens bij je inventory. Staat er bij je inventory bounties, staat daar... Urn of Sacrifice? Sacrion. Bij de inventory, hè? Onderin. Ja, even te kijken. Een paar is het, hè? Urn of Sacrifice. Ik heb Quiztap van Crota en... Urn of Sacrifice, ja. Die heb je wel, hè? Ja. Ja. Oké, nou die gaan we even kopen. Dat is wel leuk om te zien. Want elke week komt er namelijk... komt er iemand die gaat jou... Je kan jou dingen geven. Mm-hmm. En bounty. Ik heb trouwens bounty lead gehaald. What the fuck? Oké, nou ga ik even naar bounty toe. Even allemaal doen. Jezus. Oké, executioner heb ik gedaan. Nou, kreeg ik XP'tjes erbij. Voor online, altijd handig. En we gaan even naar M toe. Cryptarch. Dat was die silicon. En volgens mij heb ik hier helemaal niks aan. Of het moet hogere level zijn. Nee, dit is lager. En dit is ook lager. Dus dat schiet ook niet op. Die verpatsen we. Oké. Okay. John, als je me even gaat volgen, dan gaan we naar die gast toe. Waar zie ik je? Ja, maar ja. Kijk. En voor mensen die trouwens weten hoe dit werkt, die kunnen gewoon lekker... Dit mal te zeggen. Ja. Maar het is altijd wel leuk om even te laten zien dit, hè. Als we nou bij Agent of the Nine zijn, Xur, en dan zie je staan, daar ergens tussen, onderin, bij Curious, Urn of Sacrifice. Ja. Die kun je kopen, hè? Ja. Ja, koop maar. En die heb je dan gekocht, dat is hartstikke mooi. Mm-hmm. En die moeten we dan... Dan moeten we weer naar het mens toe. En dan geven we die bounty af. En dan heb je weer XP'tjes erbij. Eigenlijk heel simpel, hè? Ja. Maar met die Urn of Sacrifice moet je nog wat doen, hoor. Je moet nog wat behalen. Maar dat is eigenlijk voor buiten de
de afleveringen om is het leukste. Next quest hier. Take this urn into the dark. Nou. Fill it with every nightmare and horror the hive has bred. Ja. En nu hebben we die urn of dust hebben bij ons, ja. Bij, ja. Bij de bounty staat die bij. Zie je inventory in de urn. Kill troll with solar damage from a fusion rifle and collect embers that drop. That will reset your progress. Dus we moeten die troll, hè, dat zijn wezens, troll, die moeten dus met een solar fusion rifle. Solar is dat, dat vlamtekentje. Ja. Dat vlamtekentje wat erin zit, dat is solar. En dan moet, wat ze neervallen, wat neervalt, moet je ze oppakken. En je moet er 25 achter elkaar maken. Dat is de challenge. Ja, oké. Okay. En daarvoor krijgen we weer heel veel XP'tjes. Nou. Ik zeg in ieder geval leuk, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje en tot de volgende keer. En bye bye.